werkdag vandaag? Dat is mijn laatste werkdag. Oh, en wat ga je dan doen? Ik ga zeecontainers ontgassen. Even iets heel anders. Echt met vrachtwagen? Nee, het is echt het ontgassen van die containers. Dus, leuk hoor. Ja, ik denk na 12 jaar doe ze een keer wat anders. Hè. Ja, je bent hier al lang gekomen. Ja. Nou, je ziet dat de mensen heel dankbaar zijn dat je altijd zo netjes op tijd de pakjes bezorgd hebt. Dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Ja, precies. Geniet ervan, joh. Nou, dankjewel. En veel succes in je volgende baan. Ja? Oké. Dank je. En wat vindt u ervan? Nou ja, ik vind het geweldig dat Vierlingsbeek Pierre zo komt, zo'n obade kreeg. Ja, geweldig. Hij heeft het gewoon dubbel en dwars verdiend. Pierre wist gewoon alles. Hij wist alle ins en outs. Hij wist als die familie niet thuis is, dan kon je die familie, want daar is weer familie. En altijd vrolijk, altijd aardig. Hij kwam er ook al heel lang, hè? Dus hij wist net een postbode, hè? Ja, dat is zoiets. Nog veel beter. Ja, helemaal geweldig. Dus, mooi. Nee, helemaal goed. Ja, we zien hem ontzettend dankbaar dat hij dat heeft gedaan. En hij heeft groot gelijk. En we wensen hem heel veel geluk samen met zijn vrouwke en kindje. Dat hij 2021 dat hij daar een geweldig jaar van mag hebben. Fijn. Dus, we gunnen met alle best. Zo is dat. Ja. Zeker. Dank zo is dat. Graag gedaan. Ja, kijk, kwam er mee. Klopt. Ik het helemaal gelijk. Dan hebben we hier even de vader van Pierre van de straat geplukt. Ja, dat klopt. We kwamen zomaar tegen. Ja, inderdaad. U zei net, u bent vaak met hem meegereden? Ja, ik reed iedere vrijdag met hem mee, de laatste 12 jaar. Oh. Vanaf dat ik gepensioneerd ben, ga ik vrijdags met hem mee. Oh ja. Voor de gezelligheid of ook om echt iets te doen? Gewoon voor de gezelligheid. Om leuk bij elkaar te zijn. Ja, dat is het ook, ja. En Pierre, die had vrouw en kind erbij zitten? Ja, die zaten nu bij hem in de auto, die zijn bij de Plus ingestapt. En die zitten nu bij hem, al een hele grote verrassing voor hem. Ja, hij wist er dus niks van. Hij wist helemaal van niks. Nee. Dus het is, hij had de tranen in de ogen staan. Ja, dat zag ik, ja. Ja, erg leuk. Ach, hij is ook zo lang gekomen, dus ja, iedereen kent hem eigenlijk. Hij kwam ook, 7 jaar hier in Vierlingsbeek. Ja, hij is de postbode eigenlijk, hè? Ja. Ja, precies. 7 jaar heeft hij hier de pakketten gebracht, ja. En nou, dan hebben we wat een vrije vrijdag. Ik wel, ja, die had ik sowieso al dit jaar. En ik heb een zware operatie gehad in het begin van het jaar, daar kon ik niet meer mee gaan. Nee. Oh, dus ben dit jaar eigenlijk nog niet mee geweest? Nee, dit jaar nog niet. Kijk. Ik ben een long kwijt. Mm-hmm. Dus ja, dat ging het dit jaar niet. Nee, dan gaat het even niet. Ik ben blij dat ik even hier kon zijn. Ja, dat is leuk, ja. Ja, ik heb even een mooie film gezet. Ja, dat is leuk. Ja. Dus, en dan gaat hij weer terug naar de auto en wacht je de schoondochter met kind en die gaat met de moederste vrouw, die staat daar te wachten. Oh, kijk. En de schoondochter met het kind, die waren met de eigen auto. Mm-hmm. Want het is voor allemaal een grote verrassing. Ja, leuk. Dus, leuk toch? Ja, heel mooi. Ja. Heel mooi. Ja. Zo zie je wel, het is maar een kleinigheidje, iedereen gaat even de straat op en, en toch heeft iemand dan toch een hele mooie dag. Ja, kijk, daar gaan zijn collega's al. Ja, het is eigenlijk maar goed dat hij nou verwisselt van baan. Mm-hmm. Ja, s'avonds om 10:30 thuis, dat is ook niet leuk. Nee. Ja, dat, nee, op een gegeven moment denk ik ook dat je toe bent aan die s'avonds. Ja, dat hou je niet vol, hè. Nee, dat hou je echt niet vol. Nee, dat is ook zo. Nee, dat is. Ja. En de mensen hier, die zijn er echt blij mee geweest. Ja, hij kende voor iedereen en iedereen. Ja, iedereen. Adres, iedereen. Ja. Nou, fijne, goede thuisreis. En ja, dank u wel. Dank u wel. Nou, hier staan we dus bij de organisatie van het feestje voor Pierre. Hoe zijn jullie op het idee gekomen? Nou, het begon eigenlijk als een grapje. We zaten bij oma aan de lunchtafel, ik en mijn tante. En eigenlijk wilde ik iets doen voor Pierre en mama had zoiets van, doe maar ik doe niet mee met dat domme idee van jou. En ja, uiteindelijk is het helemaal uit de hand gelopen en heeft inderdaad het hele dorp meegedaan. Dus dat is wel heel leuk. Hadden we ook niet verwacht dat het zo groot zou worden. En toen hebben jullie mensen gewaarschuwd? Allemaal een briefje in de bus? Of? Nee, dat is iets te ouderwets en te veel moeite. We hebben het allemaal via WhatsApp gedaan. Dat is veel makkelijker tegenwoordig. Dus opgezet, dat is een tijd voor jou.
Ja, en ik kwam niet hoor, dat denk ik wel. Dus jullie hebben allemaal gewhatsapp met iedereen? Ja. Ja, en ik heb gevraagd iedereen massaal te delen. En juist niet op Facebook, omdat Pierre ook op Facebook zit. Ja, want dan had je het gezien natuurlijk. Ja, inderdaad. Nou, het is een ontzettend leuk idee. Het was hartstikke druk. Ja, toch? Super ja, druk. Dat is echt druk. De hele spoor staat op de rol. Heel vol. Mag dat wel een beetje kijken? Ja, we hebben wel netjes gevraagd of mensen allemaal afstand wilden houden en dat hebben we keurig zo. Volgens mij is dat best goed gelukt, toch? Ja, mondkapjes ook. Ja, dat hebben we nu al. Hebben we nu ook, moesten nu even ademhalen, hè? Ja. Precies. Ja. Ja. Nou, neus. Jullie heel erg bedankt voor die organisatie, want het was erg leuk. Graag, en een hele fijne jaarwisseling. Ja, hetzelfde. En voor jou natuurlijk ook. En voor je vrouw met kind. Ja. Ja, leuk. Dankjewel. Wisten we wat zeggen, Beer. En jullie wisten er iets van? Ja, ik wist er inderdaad wat van. Dus wij waren hier als verrassing op dit moment. Ja. En jouw vader heb ik ook al gesproken. Oh, ja. Dan liep ik eigenlijk bijna tegenaan. Ik denk, oh, die moet ik ook even wat vragen natuurlijk. Hè? Ja, dat... Ja, precies. Ja, dat was ook een grote verrassing. Die had zich goed stilgehouden. Maar nu moet je nog pakketjes rond gaan brengen. Nu moet ik het hele dag nog verzorgen, ja. Ben je weer een uur te laat thuis? Waarschijnlijk wel, maar dat brengt niet uit. Maar dit is wel erg leuk, hè? Dit is meer dan wat. Nou doe je het fluiten, hè? Absoluut. Ja, precies. Absoluut. Ja, succes ermee, hè? Dank je wel. Dank je wel.